Zo, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes, zijn we weer. Kijk eens naar achter rond. Bos. Yes, we zijn weer in het bos geweest. Lekker hardlopen. Heerlijk. Eerste rondje was wat lastig. Voelde wel lastig aan, natuurlijk al 2 weken geleden dat ik daar geweest ben. Oeh, dan krijgen we die vervelende zon weer. Maar goed, dat even terzijde. Je ziet het op zich, zonnetje, nou zeg ik vervelend dat het met opname een beetje vervelend is. Maar, qua weer, perfecto, perfecto. Was lekker. Niet te koud, niet te warm. Het begint natuurlijk wel. Nou, je ziet het, ik heb gewoon korte mouwen. Blote beentjes. Ik heb hier wel een thermootje onder zitten. Dat is een hemdje. Dus het is niet dat ik helemaal niks eronder aan heb. Ik heb wel een klein thermo, of thermohemdje heb ik aan. Ik was wel op zoek naar de thermo met lange mouwen, die kon ik niet vinden. Ik denk, nou goed, dan maar zo. En uiteindelijk, het eerste rondje is dan altijd even lastig, want dan voel je toch wel even een beetje de kou aan de handen. En een klein beetje aan de armen, maar na verloop van tijd dan word je toch zelf warm. En dan gaat het goed, dan komt die doorbloeding goed op gang. En dan merk je er eigenlijk niet zoveel van. Tenminste, ik heb daar niet zo heel erg veel last van. Nu. Ik weet niet of dat zeg maar op latere leeftijd misschien een negatief gevolg kan hebben, maar jammer dan. Het ging eigenlijk best lekker, moet ik zeggen. Dus dat was eigenlijk best prima. Oh, die zon die staat altijd weer zo verkeerd. Wat moet ik eraan doen? Ja, zo. Schaduw krijgen, anders rijden. Nee, ik kan niet anders rijden. Ik moet naar huis. Of tenminste, ik ga nog even naar de fitness. Dus ik kan niet anders rijden. Sowieso is het een gedeelte van de route om naar huis te rijden, maar ik ga ook nu naar de fitness. Dus. Jammer. Ik werk gewoon met de camera van de telefoon. Dus dan heb je dit. Ik heb geen camera met lens en kapjes en met tegenlicht en zo. En, die instelling, dat gaat allemaal niet. Goed, het is wat het is. Zonnetje, dat is in ieder geval wel wat fijn. Nou, straks weer naar het voetballen. Zo schoonlijk. Ik zeg er maar even niks over. Heb ik misschien al genoeg gezegd. We zullen kijken wat vandaag gaat worden. Dus Sinterklaas in tocht in de Graaf vandaag ook nog. Maar dat kunnen we niet in. Dat hoef ik niet. Gisteren nog in Zwolle geweest. Was wel leuk. In Zwolle. Samantha Steenwijk gezien. Bovenin ook gezien. Dus dat was een leuk feestje. Niet te veel over zeggen. Misschien heb ik al genoeg gezegd. Voor de oplettende luisteraar heb ik het al een beetje gezegd. Het is een bepaald feest in Zwolle. Aan het googlen. Wat was er gisteravond in Zwolle? Dat was lach. Je hebt verschillende mensen zien nog op. Zo aardig. Nou, wat hebben we dan nog meer? Komende week? Nee, komende week. Ja, natuurlijk. Oh ja, vorige week wist ik natuurlijk dat ik niet gelopen heb in het bos. Dat had te maken met dit hier.
daarom kon ik niet lopen en daar heb ik de band weer gewoon om kunnen doen. Dus ja, dan kunnen we lekker naar buiten. Ik heb het toch wel gemist. Ik moest wel vanmorgen echt wel eens iets hebben van, oh ja, naar het bos, lekker. Maar dan kun je dus de goede thermo op dat moment niet vinden die je eigenlijk wil, die ik aan wil doen. En dan is dat best lastig, want dan ga je eigenlijk al met het idee hardlopen dat je je zo gezegd je zakken niet voor elkaar hebt. Dus je lange thermo niet, eventueel je lange broek die ik recentelijk gekocht heb. Ik weet niet, hij is gewassen, maar ik kan hem in één keer nergens meer vinden. Dus ik verwacht dat mijn vrouw toevallig boven bij mijn zoon bij de was heeft gelegd. Gedachte van, oh ja, die is misschien van hem. Oh joh. We lopen toch te kleuteren. Heerlijk. Joh. En hij staat in het vak. Goed zo, daar zijn we dan. Nou, bij de fitness. Gaan we even een rondje fitness doen. En dan is klaar voor vandaag. Oh nee, doe ik dan voetballen toe. Dus ik zeg bij deze de groeten. Tot de volgende keer. Nou, dan heb je deze... Heb je deze vlog leuk gevonden? Of zoals andere vloggen en vind je het verder leuk om te kijken? Doe even een duimpje omhoog, even abonneren op de kanaal. Ja, dan komen we misschien ooit een keer goed. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dan zeg ik altijd met een hele korte. Tjoe.